Het gouden kalf voor de beste acteur gaat naar Nazreddin Char. Wat een applaus, jongen. Wauw. Oké, rustig ademen, Nas. Ik ga ook niet huilen. Wauw. Oké, ik heb eigenlijk niks voorbereid, maar ik weet wel wat ik wil zeggen. Ik wil eigenlijk... Drie dingen zijn heel belangrijk. Deze kalf staat voor mij echt voor drie dingen. Dat is dromen. En dat wil ik heel graag tegen vooral de jonge mensen zeggen. Dat het belangrijk is om te dromen. En dat je, als je straks 80 bent en terugkijkt op je leven, dat je in ieder geval zeker weet dat je alles uit je leven gehaald hebt en geen spijt krijgt van de dingen die je niet gedaan hebt. Deze kalf staat ook voor het overwinnen van angsten. Want die heb ik nogal. En afgezien van dat ik die heb, heeft helaas ook Nederland die. We worden tegenwoordig geïnjecteerd met angst. Wacht even, ik heb maar weinig tijd. Wat ik heel graag wil zeggen, want ik een paar maanden geleden las ik een artikel... Nee, laat me even, man, please. Een paar maanden geleden las ik een artikel waarbij onze minister Verhagen aangaf dat het heel begrijpelijk is, de angst voor buitenlanders. Nou, meneer Verhagen, en met u ook Geert Wilders en met u alle mensen die achter u staan. Ik ben een Nederlander, ik ben heel trots met Marokkaans bloed. Ik ben een moslim en ik heb een fucking gouden kalf in mijn hand. Deze gouden kalf. Wacht even. Oh, ik ben nog niet klaar. Kut. Wacht even. Deze gouden kalf staat ook voor de liefde en de passie. Want zonder passie en liefde was deze... Wat zei ik? Zei ik iets verkeerd? Nee, okay. Ga door. Sorry. Deze gouden kalf staat ook voor passie en liefde. Want zonder passie en liefde was deze film nooit geweest. En daar kom ik nu bij het bedanken van heel veel mensen. Ik wil sowieso alle rabatstrijders wil ik bedanken. In Marokko, in Spanje, in Frankrijk en in Nederland. Bouw. Julius, je bent een fucking topper. Jim en Victor. Achie. Chico, deze is ook voor jullie. Echt, ik meen het. Ik ben er geen hoofdrol. Wij zijn hoofdrol. Wij zijn alle drie een hoofdrol. Amy, ik hou van je. En papa, mama. En Thomas, Amri. En Muta, Alikum. Selima, Haya en Zakaria. En Mason. Mason, mijn kleine nichtje van 6. Gaat morgen voor het eerst afzwemmen. Haar eerste diploma. En ik ben erbij. Nazreddin Char!